Dus bij mijn eerste bezoek was er niks te horen van de vliegtuigen. En zelfs als we op het dak, want we konden op het dak van, hè, met een zicht, een fantastisch zicht. En het was een mooie dag, er was zon. En ik zag van hier de Sint-Romboudstoren staan in Mechelen. Ja, ik ben van Mechelen, dus ik houd van de Sint-Romboudstoren. Niet alleen omdat de Sint-Romboudstoren is, maar dat ook gemaakt is met de Gobertange-steen. Dat is de steen waar ik nu woon. Hè. Melun is dus de area waar de Gobertange in de grond zit. Dus al die dingen vond ik zo fantastisch dat ik zeg, de Sint-Romboudstoren staat daar. Dus we hoorden in feite van de vliegtuigen zeer, zeer weinig. En ik was zeer enthousiast, omdat de ruimte qua klank, er zijn geen hoeken in die ruimte. Het plafond is niet plat. Het is niet een heel hoog plafond, maar toch een plafond met een zekere ruimte. En de akoestiek klinkt zoals in een, ik zal maar zeggen, in een goed klinkende kerk. Want niet alle kerken klinken goed. Maar in een goed klinkende kerk, niet te veel galm. En zeker met het publiek was het nog beter. Het is ongelooflijk. De mensen zijn zo blij. Met al de mensen waar ik mee gesproken heb. En vooral met de muzikanten waar ik mee gesproken heb. Oh Luc, dank u, dank u, dank u dat we hier hebben mogen spelen.